Wat gebeurt er als je het kruit van een kogel uit de Tweede Wereldoorlog in de fik zou steken? Dat ga ik testen. 3, 2, 1. Maar voordat ik dit ga doen, leg ik je eerst even uit hoe ik hieraan kom. Want een tijdje geleden was ik namelijk in het bos aan het zoeken met een metaaldetector. Toen ik plotseling allemaal kogelhulzen, waarvan er één nog gevuld bleek te zijn met kruid. En dus leek het mij een leuk idee om te kijken of dit na zoveel jaar nog steeds zo goed zou branden. En toen ik het aanstak, gebeurde er dit. Ja, ik had het wel iets spectaculairder verwacht eigenlijk.